geheime keuze aan kinderen voor kinderen hits. Goedemorgen bij de camping, de frisse wind. Vandaag weer, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Weer geweldige activiteiten. Bijvoorbeeld vanavond karaoke in de kantine. Ik zie jullie, hup, dan net uit. Vanavond wil ik verscheuren. Je foto. Je een speurtocht? Ja, door Sascha Visser. Helemaal zelf georganiseerd. Ah. De Sascha Visser, de echte. Die is geweldig, man. Ja. Hij zegt kikken. Ja, hallo met de frisse wind. Ja, het is hier altijd gezellig. Ja, u wilt voor thema parkeerplek? Ja, dat kan. Sascha Visser, ja, tuurlijk. Helemaal bedacht door meneer Visser zelf. Ha! Wie is dat nou eigenlijk? Hè? De speurtocht, die kan ik toch zelf veel beter? Dus je dribbelt, rechts overheen en links weg. Nu jij. Oh, nee. Het gaat helemaal mis. Oké, dus met rechts opdribbelen. Ja. Ja, en dan moet je in je snelheid je rechterbeen over de bal. Jongens! Verzamelen! Verzamelen? Ja. Lieve schat, we zijn hier niet bij de padvinders. Geen tijd. Ik moet vanavond meedoen aan de karaoke. Je komt Jongens. Aan en dan doe je met rechts en dan ben je met links weg. Benen overheen. En dan, nee, maar nu heb ik hem. Oh, je moet sneller wezen. Sneller. Kijk, zie je? Dit was hem toch? Ja. Je was weg. Ja. Dit was hem toch? Ja, dit is hem volgens mij. Ron, weet je wie hier ook op de camping zit? Leuke jongen is dat, hè? Dank u. Kijk, hij leert onze Barry trucjes. Hij kan zo goed voetballen. Nou, fantastisch. Geweldig. Fantastisch. Ik denk dat ik een t-shirt voor hem ga ontwerpen. Ja, je weet maar nooit. Misschien mag ik er wel stijlen in de toekomst. Ja, je doet je best maar. Barry, Puk, kom eens hier. Pap, weet je wie hier ook is? Zo cool. Sascha Visser, ja, zo cool. Ik ga Katje bellen, dat moet ik haar vertellen. Ja. Die wordt helemaal gek. Ja, gat, die gast kan goed voetballen, joh. Ja, zo kan hij wel weer. Kom maar even uit. Pien, even een heel belangrijke mededeling. Ik heb een geweldig plan. Nee, ik heb een fantastisch plan. Ja, let even op. Zet je schrap, dan komt ie. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ga een speurtocht uitzetten. Nee, hè. Hij wil een speurtocht maken. Ja, dat vindt iedereen natuurlijk helemaal geweldig. Je zal zien dat ze niet kunnen wachten om te beginnen. Lief hoor, dat hij iets probeert. Maar ja, ik ben nu met het shirt van Sascha bezig. Dus tja, het werk van een stylist gaat altijd door, hè? Ook in vakanties. Hij wist niet eens de weg naar de camping. Ik dacht, door de natuur, hè? Woeste rivieren, survival, spanning. Lieve schat, nu even niet. Ik ben met dat t-shirt bezig voor Sascha. Pietje lief, luister, hoe klinkt dit? Moet je horen. De meeste maar als je wakker wordt... Nee, wij zijn even in overleg over de speurtocht. Ja? Ik heb nu iets heel anders aan mijn hoofd. Vanavond kan ik niet, want ik ben nu aan het repeteren voor vanavond. Want dat is wel een echte wedstrijd. Het gaat ergens om. Deze vind ik echt gaaf. Die gast kan echt goed voetballen. Als hij mijn ontwerp leuk vindt, dan heb ik er misschien wel weer een nieuwe klant bij. Hangt dat visserbiljet er verdorie weer? Ah, meneer de Bruin, leuke dag gehad, gezellig hè? Mag ik dan van de extreme sporten het bergklimmen van jou? Heel goed, dan heb ik mijn eerste kwartet. Ja, komt u maar. Ja, deze kant op. En dan zoek ik van de watersporten nog. Het zeilen, die heb jij ook. Ja, en het zwemmen, die heb jij. Komt u maar. Ah, een nieuwe. Oh!
Mag ik van jou, van de overige sporten, het turnen en het wielrennen en van jou dan het vierwieljeppen en het hardlopen? Van het wintersporten, van jou het schaatsen en van jou het snowboarden? En dan heb ik nog van de vetsporten wil ik van jou de judo en de karate. Klopt het? Ja hoor. Oh, kwartet. Hebben wij gewonnen en is de pot voor ons? Hey Wiel, is dat staargeld ook gelijk geregeld? Ja, super. Mag ik wat vragen? Ja, mag altijd. Ik ben op zoek naar de jachthaven. De jachthaven? Links, andere links, links en dan weer andere links. Tom! Tom! Wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Ik heb iets gedaan. Ik heb geen idee wat. Waarom? Er zit nog een waterpistool in die tent. Pas op, pas op. Waar had je hem gelegd? Ja, weet ik niet. Ik zie toch niks. Tom! Links en dan weer andere links. Oké. Ja? Dat is wel vet eigenlijk. Ja, het was wel vet. Ja, toch? Ja, wat gaan we doen met slapen nu? Slapen? Dat wordt tegen elkaar aan liggen. Goeie. Leuk. Ga niet zoveel in die koelbox even goed. Zo. Alle boshartjes verzamelen. Nou, Sas, even dimmen, rustig aan. Het is, we zitten hier niet bij de padvinders, hè? Nee, maar ik werk wel goed. Hebben jullie het affiche gezien? Ik heb een geweldige speurtocht voor jullie uitgezet. Hoeveel speurtochten zijn er wel niet hier? Nou, niemand heeft daar dus zin in, Sascha. Koele doetvisser. Zeg ik net tegen Ron dat ik geen tijd heb? Maar ja, aan de andere kant, dit is wel het moment om goed contact te maken met Sascha. Netwerken, hè? Hoort bij mijn vak. Een speurtocht. Met Sascha Visser. Dat kan mij niet lang genoeg duren. De paden op, de lanen in, vooruit het beek. Nou, zo'n jongen die zou best van mij wat wandelliedjes willen leren. Ja. Kijk, je hebt speurtochten en je hebt speurtochten. En die van Sascha, die wordt echt gewoon vet. Als ik maar wel op tijd terug ben voor de karaoke, hè? Ja, dat gaat helemaal goed komen. Leuk, jongens. Ik zie jullie vanmiddag allemaal bij de start. En neem je bal mee. Sascha, wacht even. Ja? Ik heb een t-shirt voor je ontworpen. Wat vind je ervan? Ja, is het leuk bedacht. Maar ik denk niet dat het helemaal mijn stijl is. Sorry. Ik zie jullie straks. Niet de stijl. Ik moet even naar de winkel. Even wat snoep inslaan. De meeste dromen zijn bedrogen. Nee, dat zei hij niet. Echt, mee niet. En toen? Hallo. Ik ben zo. Ik ben zo terug, hè? Hallo. Ah, no look. Hey, mag ik meedoen? Nee. Even aan de kant, Puk. Ai. Zullen we gaan schieten? Jij hebt goal. Ja? Puk. Hij vond mijn t-shirt niet zijn stijl. Wat een loser. Zo'n jongetje heeft totaal niet in de gaten dat ik zijn image kan maken of breken. Voor je familie moet je het hebben. Ja, stel ik een speurtocht voor, tuurlijk. Niemand wil. Nee. Maar stelt zo'n snotneus het voor? Nou, daar staan ze allemaal in de startblokken. Mijn creatie afkeuren? Hij komt net kijken, hoor. Ik zit al jaren in de showbiz. Al mijn vriendinnen vinden Sascha leuk. Nou, het echt valt hij heel erg tegen. Ik hoop dat de speurtocht een grote mislukking wordt. Zo, gepakt zeg, hé. Oh. Nee! Mijn hele carrière naar de galm. Sorry, meneer Boshart. Dit was niet mijn bedoeling. Oh, wat een schot, man. Nou, Barry. Heb jij niks gekocht? Jij ging toch naar de winkel? Nee, ze hadden niks. Nee. Hey. Ik ga je wel vertellen, dat kan een hele gezellige speurtocht worden. Ha, let maar op mijn woorden. Welkom jongens allemaal bij de speurtocht hier. Papier en pennetjes. Ja, kom maar. Er staan vragen op en opdrachten op. Ik ga voorop. Ik ga natuurlijk niks zeggen, want ik heb zelf alles verzonnen. Alles. Ja. Oh, kom. Ja,
Hij heeft alles verzonnen. Kijk, je doet wat de. Waar zijn nou door die pijlen? Rond. Zo. In de bos. Ah, de eerste pijl, de eerste vraag. Schrijf 5 verschillende bomen op. Schrijf 5 verschillende. Hoe kun je nou bomen opschrijven? Ik ken er maar 4. Ja, en ik heb er maar 3. Nou, dan win jij dus niet. Ah, ik weet er 1. Ik ga je helpen, meid. Rhododendron. Fout. Dat is een struik. Wat een slechte speurtocht. Zullen we het door? Ja. Wat een onzinnige vraag allemaal, zeg. Berk, Bast, Blauwe Druif, Blinde Vink, Batavia, Borduurwerkje. Ik zweer dat we de andere kant op moeten. Dit is een opdracht. Ja, hier. Ga achter elkaar staan met gespreide benen. De achterste kruipt onderdoor naar voren tot de voorste weer achter staat. Iets naar achter, open. Ja, perfect. Ja. Nou, dat is leuk. Ja, goed. Oh, wat? Je zit maar klem. Je zit ik helemaal niet klem. Ga ik niet door, Bart. Ja, schiet op. Je gaat niet op. Nee, jongens. Nee, jongens. Waar zijn nou die pijlen? Ja, waar zullen ze zitten? Ja. Goh. Ik heb het idee dat we rondjes lopen. Ik denk die kant. Ja. Ach, nou, meneer denkt die kant. Ja, het is zijn speurtocht. Hij zal het wel weten. Door. Dromen zijn bedrog. En als ik wakker naast jou word, dan droom ik nog. Oh, die blaar doet echt pijn. Volgens mij zat er bloed in mijn schoen. Even doorlopen, schat. Volhouden, meis. Wie heeft met die pijlen geknoeid? Ron? Omdat hij het vervelend vond dat ze wel met mijn speurtocht mee wilden doen? Of Puk? Omdat ze van mij niet mee mocht voetballen? Misschien wel Pien? Omdat ik haar shirt niet mooi vond? Of opa? Omdat ik zijn cassetterecorder kapot heb geschoten? Het loopt dood! Nou, wacht maar. Nou, dat is lekker zeg. Dit is even gezellig. Nee, dit is prettig. We zijn verdwaald. We zijn totaal de weg kwijt. Dit loopt dood. Dat kan toch niet? Ze is bang. Ja, nou, daar zijn we allemaal. Hier maar uit, want dit gaat niet. Kom maar, jongens. Vervelend. Nou, ik vind het vervelend. Wat ze doet. Kijk wat ze doet. Die pijlen dus. Hoe heeft die pijlen nou veranderd? Puk? Nee. Puk is bang, die wil zo snel mogelijk naar de tent. Opa dan? Opa, nee. Opa wil naar de karaoke-wedstrijd vanavond. Bye. Nee, Barry is mijn maatje, die zou dat nooit doen. Pien? Ik keek wel heel boos toen ik de shirt niet leuk vond. Maar zou ze zo kinderachtig zijn om die speurtocht te verpesten? Er blijft er nog maar eentje over. Ron heeft het gedaan. Dat is zo kinderachtig. Pap, hoe kon je? Wat ben jij kinderachtig? Zo mis ik vanavond wel. Met karaoke, verdorie. Ja. En alleen omdat we jouw speurtocht niet wilden doen? Nou ja, ik dacht... Maar Ron, jij weet inmiddels de weg hier heel goed, ja. Toch? Dus kun je ons dan zo snel mogelijk naar de camping brengen? Je hebt misschien wel een goed idee, ja. En voordat we gaan, jij hebt heel erg last van je blaren, toch? Ga dan lekker bij je vader op zijn rug, hè? Terug naar de camping. Ja. Kom maar. Ja, dat is voor je pep. Ja. Opa, profiteer er maar van. Ja, profiteer er maar van. Of niet? Welke kant moeten we op eigenlijk? Ja, rechtdoor. Ja, rechtdoor. Dit wordt een hele leuke trip. Ja, ik heb toch ook gezegd dat als jullie... Opa, daar! Waarom daar? We kunnen ook! De meeste dromen zijn bedrog. Gaat het nog wel Abonneer op ons YouTube-kanaal en mis helemaal niks.